In het waterloopkundig laboratorium De Voorst in de Noordoostpolder worden in verband met de afsluiting van het Valkenrak, die met behulp van doorlaatkessons zou geschieden, al sedert geruime tijd uitgebreide proefnemingen verricht. Een van de telkens terugkerende onderzoekingen is de nauwkeurige meting van de stroomsnelheden die onder verschillende omstandigheden in het sluitgat kunnen optreden. Uit de resultaten die de daarvoor gebruikte meetapparatuur aangeeft, zullen de verantwoordelijke ingenieurs straks de noodzakelijke informatie kunnen putten. Telkens opnieuw wordt ook het model van de sluitcaisson, hier drijvend met gesloten schotten, ingevaren in het sluitgat en zodanig bevestigd dat hij als een deur kan scharnieren, zoals ook in werkelijkheid het geval zal zijn. Ook aan deze caisson worden speciale meetinstrumenten bevestigd. Voor het indraaien wordt een zeer goedkope, maar klaarblijkelijk doeltreffende apparatuur gebruikt. Het ronde ringetje verandert van vorm tijdens het manoeuvreren met de caisson. En deze vormverandering wordt langs elektrische weg vertaald in lijnen op een tijdschrijver. Daaruit kunnen de deskundigen precies aflezen welke sleepbootkracht te zijner tijd nodig zal zijn om de caisson naar zijn plaats te trekken. Deze steeds opnieuw beproefde sluiting in het laboratorium De Voorst is een absolute voorwaarde voor het welslagen van de moeilijke operatie die straks, voorjaar 1969, zal moeten worden uitgevoerd met de 12 echte torenhoge caissons die in de bouwput terzijde van het sluitgat al enige tijd gereed liggen.